En we gaan inmiddels op weg naar de laatste bocht. En het is daar nog altijd Bonnie Charisma. Ogenschijnlijk als een groot vorstin aan de leiding. Hij heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats probeert aan de buitenzijde die Donder Freo de tweede plaats af te pakken van Zepte Legume. Blijkt nu ook aardig te lukken. En daarachter probeert vrijbaan te krijgen Chantal van Ooyen. Die vrijbaan komt er ook. Met paard nummer 7, Driaat Boko. De vraag is alleen even of die koploper nog te achterhalen valt. En daar lijkt het op dit moment niet op. Want Bonnie Charisma die is weggelopen. Heeft een aardige voorsprong op Donder Freo. En aan de buitenzijde Driaat Boko. We gaan op weg naar de finish. En het is de 3 die het wint voor de 1, de 7, de 5 en de 4. En dat is voorlopig. Een mooie start-finish-overwinning voor Bonnie Charisma en Fred Handelaar. En even kijken of Fred in één keer zijn erenronde af mag maken van het comité. Lijkt me wel, hè? Start-finish, jongens. Ja, we hebben de duim. We gaan in de handen voor Bonnie Charisma en Fred Handelaar, de winnaars van de eerste van vandaag. Bas, gefeliciteerd. Het is wel leuk dat het elke keer weer lukt. Ja, super. Heel blij mee. Mooi, Bas. Dankjewel. Mooie winnaars, gefeliciteerd meneer Krijnen. Deze Bonnie Charisma, tijd eruit geweest, teruggekomen, op het hoogste niveau gebracht en tegenwoordig regelmatig winnaar in de koersen. Maar dit was de eerste van het jaar 2017 voor Bonnie Charisma en Fred Handelaar. Startveld, paasmeeting Alkmaar is van start gegaan en Bonnie Charisma die snelt naar de leiding, neemt het veld op sleeptouw en we gaan op weg naar de eerste bocht met Bonnie Charisma die een lengtevoorsprong neemt. Op de tweede plaats Donder Freo en achter Donder Freo is dan aan de buitenzijde opkomend Jeroen Knol met zijn Zept Legume. Daarachter volgt Cause I Do en die wordt dan aan de binnenzijde gevolgd door paard nummer 7, Driaat Boko. En achter Driaat Boko hebben we dan de overige paarden in aansluitende vorm waarbij Wim Brouwer aan de binnenkant zijn geluk gaat beproeven met paard nummer 8, Woody Woodpecker. Als de deelnemers dan afkoers op de verre linkerbocht en Bonnie Charisma en Fred Handelaar hier het tempo bepalen. Halve lengte voorsprong, want aan de buitenzijde komt er wat reactie in het veld. Want Jeroen Knol die zet zijn Zepte Legume nu geheel naast de koploper. Binnenzijde Donder Freo met straks nog twee rondes te gaan. Daarachter is er dan Cause I Do. En achter Cause I Do is dan de binnenzijde paard nummer 7, Driaat Boko. En die worden dan weer gevolgd door Cassandra D. in het tweede spoor ten opzichte van Woody Woodpecker. En aansluiting is er voor Calypso Bravado. Paarden onder de bocht gaan op weg naar de overzijde van de baan. En Handelaar heeft ze aardig in slaap gesust aan kop. Met paard nummer 3, Bonnie Charisma. Lengte voor op Zepte Legume. Aan de binnenzijde van Zepte Legume krijgt een mooie koers Donder Freo. Pardon. En achter Donder Freo zien we dan ook aan de binnenzijde paard nummer 7, Driaat Boko. Driaat Boko wordt geflankeerd in het tweede spoor, maar terwijl de reactie in het veld komt. Geflankeerd in het tweede spoor door paard nummer 4, Cause I Do. En in het derde spoor komt vanuit de start van het veld nu de aanval van Erwin Otte met zijn Calypso Bravado. Nou, dat is voor een vakman als Handelaar aan kop het moment om een beetje tempo bij te mogen geven. En hij heeft nog altijd de leiding in handen met Bonnie Charisma. Staat echter wel onder druk, verrassend onder druk, van paard nummer 5, Zepte Legume. En die zet Bonnie Charisma nu onder serieuze druk als we afkomen op de laatste ronde. En we nog altijd diezelfde koploper hebben, Bonnie Charisma. Bonnie Charisma, tweede plaats nu Zepte Legume. Aan de buitenzijde probeert naar voren te komen paard nummer 1, Donder Freo. En aan de binnenzijde is het dan Driaat Boko. Dat zijn de voorste paarden met verreweg Cause I Do. En achter Cause I Do nog altijd in de derde spoor Calypso Bravado. Die kan geen kant op. En we gaan inmiddels op weg naar de laatste bocht. En het is daar nog altijd Bonnie Charisma. Ogenschijnlijk als een groot vorstin aan de leiding. Hij heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats probeert aan de buitenzijde die Donder Freo. De tweede plaats af te pakken van Zepte Legume lijkt nu ook aardig te lukken. En daarachter probeert vrijbaan te krijgen Chantal van Ooyen. Die vrijbaan komt er ook met paard nummer 7, Driaat Boko. De vraag is alleen even of die koploper nog te achterhalen valt. En daar lijkt het op dit moment niet op. Want Bonnie Charisma die is weggelopen. Heeft een aardige voorsprong op Donder Freo. En aan de buitenzijde Driaat Boko. We gaan op weg naar de finish. En het is de 3 die het wint voor de 1, de 7, de 5 en de 4. En dat is voorlopig.